Sporting Kortenberg komt volgend jaar uit in de derde provinciale reeks, meer bepaald de C-reeks. Vorig jaar de D-reeks, maar ja, de ploeg blijft onder de hoede van dezelfde man. Werner Lambaert, ja, hoe is het gesteld met het voetbal hier in Kortenberg? Goed, ik ben hier 8 jaar geleden toegekomen en dat was een moeilijke periode. Volledig opnieuw begonnen met allemaal jonge gasten, was wel leuk en boeiend, maar wel zwaar. Maar nu is het echt al 5, 6 jaar veel plezier en goede resultaten. Dus, ja. 5, 6 jaar dezelfde ploeg? Veelal wel, ja. De meeste eigenlijk, ja, 80% van de kern, daar gaat wel eens een weg en een komt erbij, maar het is nooit veel wissels. Dus de sfeer in Kortenberg is hier op het plein en naast het plein ideaal? Ideaal, ja. Daar zijn we heel tevreden van. Ook als de eerste 2 jaar hebben die mannen echt altijd blijven knokken en blijven gaan. Dus de sfeer is goed, ja. Ja, wat hoop jij of wat wil je brengen komend seizoen met Kortenberg? Gewoon naar resultaten. Je hoopt altijd beter te doen dan vorig jaar, maar dan zou dat 4e zijn. Het is toch wel een zware reeks, vind ik, dit seizoen. Vorig jaar ook, maar nu zitten er toch wel wat kleppers tussen. Dus ja, tussen de 4e en 8e plaats denk ik dat realistisch is. Ja, wie verwacht je dan bovenaan? Ja, ik denk de buren, het Meerbeek, dat ik die wel bovenaan verwacht. Maar Boort Meerbeek en dan Hagstatie zijn echt wel, ja, kleppers in een ploeg. En, ja, dus die verwacht ik bovenaan. En Kortenberg gaat dan voor de verrassing? Ik hoop het, ja. Ja, we geloven er wel in. Hè. We willen elk jaar beter doen en die gasten zijn super gemotiveerd. Dus we zien wel wat er uit de bus komt. Heb je dit jaar waarschijnlijk wel nieuwe jongens mogen verwelkomen in vergelijking met vorig jaar? En ja, welke jongens zijn dat dan? Ja, de 2 Bodekkers, 3 zijn Wout Baudet, de keeper, en dan linksachter komen erbij. En dan Simon Brever van Wezenmaal komt erbij. En dat is het. En dan van de jeugd, maar dat is een goede doorstroming. We hebben een goede samenwerking met KM United. En van de jeugd komen er dan ook altijd wel wat over. Ja, met jeugd werken jullie samen met de buren uit Meerbeek, heb ik net vernomen. Ja, dat klopt. Dus dat is echt een aparte jeugdclub. Dus los van ons, maar ook los van Meerbeek. En ja, ik voel jullie van nabij en dan kunnen we zo de goede elementen naar hier halen. Ja, voor welk soort voetbal staat trainer Werner? We spelen 1-3-5-2 en heel direct. Ja, het is, als we de bal hebben, willen we scoren. En dat is maar 1-1, dat is recht naar doel. En jullie lukken daar aardig in? We kunnen nog altijd meer scoren. We missen nog kansen, dus dat kan nog beter. Maar we krijgen elke week veel kansen, dus ja, het is echt wel leuk. Ja. Ja, van wie verwacht jij komend seizoen, of van welke spelers binnen de ploeg verwacht jij dat zij de ploeg gaan dragen? Ja, Brever is echt wel een aanwinst. We zitten met Lennek Azar, een jonge gast, vorig jaar gekwetst, maar dat is echt veelbelovend. Ja, we hebben Bram de Mong, ik denk, ja, misschien wel de beste speler van de reeks. Dus ja, van die mannen verwacht ik wel iets. En Bram is dan ook uw favoriet. Moest er een gouden schoen uitgereikt worden om die te winnen in de reeks dan? Dat is maar 1 die dat verdient en dat is Bram, ja. Ja, dan heb ik nog een laatste vraagje. Wanneer is het seizoen voor u persoonlijk geslaagd? Als we heel veel gescoord hebben, ja. Er is geen plaats in de rangschikking aan verbonden? 4e of 3e, ja. Dat is heel ambitieus, maar ja. Het moet erin zitten. Het moet erin zitten, ja. Wij wensen u alvast heel veel succes komend seizoen vanuit Sport van Hier. Merci.